Meneer, bent u over het algemeen blij als u de WOZ-waarde van de gemeente op de deurmat krijgt? De laatste tijd wel, ja. Want ik heb toen een jaar of 10 geleden heb ik bezwaar ingediend. En dat is positief gehonoreerd. Heb je je WOZ-waarde binnen, maar is deze volgens jou te hoog of wil je bezwaar maken? Kom dan naar ons. Vaak kunnen we... Ja, de gemeente heeft een filmpje op de website staan, op YouTube. En daarin zegt de gemeente van nou, ga niet in zee met allerlei bedrijven die beloven dat de WOZ-waarde veel lager kan. Want uiteindelijk kost het de gemeente heel veel geld. Ja, het levert jezelf ook niks op, denk ik. Nee? Nee, want ik denk dat het vrij reëel is wat erin geschat wordt. Nou, we hadden gewoon goede contacten met de buren. En de buren, ja, dan heb je het over de WOZ-waarde. Ja, ja, ja. Dus je bent even bij de buren gaan... Ja, zeker weten. En die zaten lager? En die zaten lager, ja. Oh, ja, 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 ja. Maar hoe is het toch mogelijk dat de gemeente dan zo verkeert? Ja, ja, ja. Ja, dat was destijds, hè, ja. Jij kent je woning het beste. En jij weet waarom volgens jou de WOZ-waarde niet klopt. De gemeente waarschuwt, ga niet in zee met dat soort bedrijven, want ja, dat kost ons veel te veel geld. Ja, ja. Nou, ik denk dat de gemeente zelf ook niet helemaal goed zit, hoor. Dat nee? Dat ze zelf ook niet goed... Hoe dan? Ja, dat ze vaak ook wel te hoog zitten, hoor, met die, ja? Met die taxaties. Jij weet waarom volgens jou de WOZ-waarde niet klopt. Daar heb je geen bureau voor nodig. Bij een bureau duurt het langer en het bureau stuurt een hoge rekening naar de gemeente wanneer het bezwaar wordt toegekend. En deze rekening wordt door de inwoners betaald. Gebruik je een bureau, dan kost het jou dus ook geld. Stap dus niet naar een bureau, meneer. Bel eerst de gemeente met al je vragen over jouw... Nou, nee, wat ik al... Ik blijf bij wat ik gezegd heb. Ik zou eerst de gemeente benaderen. De gemeente Zevenaar stuurt jaarlijks ruim 30.000 WOZ-beschikkingen. In 2021 werden er zo'n 380 bezwaren ingediend, grotendeels via zulke bureaus. Bel eerst de gemeente met al je vragen over jouw... Het kostte de gemeente toen 30.000 euro, want bureaus die gelijk krijgen, mogen een rekening sturen naar de gemeente. Vorig jaar waren er honderden bezwaren meer dan het jaar daarvoor. Uiteindelijk kostte het de gemeente vorig jaar zo'n 37.000 euro. Snapt u dat de gemeente zijn oproep doet? Ja, want die schieten er niks mee op en het kost geld. Ja. En uiteindelijk is het zo dat als wij de straten schoon willen hebben of willen ze heel hebben, moet er toch geld komen. Dat vingerspitsengevoel, dat heb je zelf wel. Je weet voor jezelf wel wat je woning eerlijk waard is. En wat dan ook de WOZ-waarde moet zijn. Ja, dat kan moeilijk 40.000 hoger zijn dan de buurman. Juist, juist. Ik weet niet wat de buurvrouw of de buurman aan belasting betaalt. Dus daar kan ik mij eigenlijk niet in mengen natuurlijk. Begrijpt u die oproep? Ja, die begrijp ik zeker. Kijk, als je het niet eens bent met je WOZ-waarde, dan kun je ook zelf ook gewoon beroep aantekenen bij de gemeente. Dan neem je even contact met de gemeente op. En dan wordt dat proces ook in gang gezet. En vaak is het zo dat die bedrijven, ja, die gaan dat allemaal wel doen. En die gaan het berekenen, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook nog weer gelijk krijgt. En het kost de gemeenschap gewoon geld. Ook oppositiepartij Wij Zijn Zevenaar begrijpt de oproep wel om vooral niet naar bedrijven te stappen die de waarde van de WOZ willen aanvechten bij de gemeente. Ik ben nu tevreden, ja. Maar je moet gewoon voor jezelf opkomen. Gezond verstand gebruiken en verdere voor kennisgeving aannemen.